Ready or not. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik sta hier naast juf Nicole. En wat gaan we vandaag doen? Kunstschaatsen. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er zeker klaar voor. Ik ga alles breken. Mijn kinderdroom komt uit. Ik heb de eerste meters gemaakt, hoe voelt het? Ik vind het vrij lastig. Ik kan vaak recht vooruit rond de schaatsen, maar dit soort techniek vind ik al lastig. Het is een ding. En dit is de basis wat we nu leren. Hè? Ja, wij doen nou even mee met de proeflessers. Hoe heet dit? Het halve visje? Oh, het halve steppen. De eerste groep zijn de beginners, die gaan vandaag oefenen met vallen opstaan. Voortbewegen vooruit, achteruit, inderdaad een paar oefeningetjes doen, krijgen ze mee. Dus vooral het kennismaken met ijs. Dat zijn de beginners, die zitten nu tot een jaar op deze sport. Heb je dit vaker gedaan? Nee. Ik deed wel altijd alsof ik een soort van ijsprinses was op de ijs. Frozen. Maar Frozen. Frozen was mijn inspiratie. De middelste groep is de gevorderde groep en zij gaan binnenkort ook hun eerste kuur doen, op muziek ook. En die zijn ze nu eigenlijk een beetje tussen iedereen door aan het oefenen, dus het liedje gaat aan. En dan gaan ze hun kuur helemaal, alle trucjes tussenin gaan ze uitvoeren. En de trainster die kijkt toe en die geeft achteraf tips hoe ze het hebben gedaan. Nicole, besef, dit is wat zij ziet. Nu zijn ze ook op muziek aan het oefenen. En dat doen ze een korte kuur, denk ik. En dat doen ze dus ook op muziek. En hier achter ons zie je dat ze bezig is. Hier. En ze oefent gewoon tussen alle andere mensen door. Ze weet precies waar ze moet zijn en waar ze ook niet moet zijn. Dus je moet super goed iedereen in de gaten kunnen houden. Want de rest is gewoon lekker door aan het trainen. Net zoals Wies of niet Wies. Ja. Nou Nicole, het ijs is net gedaan, we mogen erop. Let's go. Oh, handschoentjes aan. Als allereerste. Voor de veiligheid. Fresh ice. Ja, wij zitten hier in de dugout toe te kijken naar de toppers die de les daarna komen. En bizar ook wat zij doen. Ik ben echt onder de indruk, maar niet alleen van deze groep, ook van wat we net hebben gezien en waar we hebben deelgenomen. Gewoon wat die al kunnen binnen een jaar eigenlijk. Ja, 10 pirouettes achter elkaar. Ja, heel vet. Ik vind het wel een sport voor jou. Ja, ik vind het echt, echt super vet. Ik heb ook altijd geturnd en turnen lijkt ook wel echt heel veel op het kunstschaatsen natuurlijk. Alle trucjes die je met je lijf moet gaan doen en hoeveel kracht je ervoor nodig hebt. Maar ook het sierlijke met de handjes zo. Even die mooie handjes turnen. Het moet allemaal netjes zijn. Het moet inderdaad allemaal netjes zijn en gestrekte benen. En dat lijkt heel erg op het turnen. Dus ja, ik ben fan. Ik ga me inschrijven, Lies. Doen! Ik heb nog een paar beelden van de talent. We spieken nog even mee. Ja.
gevoel. Ik zit hier een beetje te verkleumen. Tijd om naar huis te gaan. Blijf dansen, Mies.